Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een Get Ready With Me voor jullie. Dat is alweer een lange tijd. Deze Get Ready With Me video's maakte ik altijd als ik iets ging doen. Dus sinds corona maak ik al bijna geen Get Ready With Me video's meer. Want er is gewoon helemaal niks wat ik kan gaan doen. Maar ik dacht, ik ga een soort van corona-stijl Get Ready With Me maken. Ik heb vandaag een Get Ready With Me om gewoon thuis te chillen. Wat we nou allemaal super vaak doen. Ik zeg jullie heel eerlijk, als ik gewoon thuis zit alleen en niemand gaat mij zien, doe ik eigenlijk niks. Het enige wat ik echt standaard elke dag doe, is dat ik ga douchen. Maar dan voor de rest, ik doe gewoon dan weer mijn pyjama aan en that's it. Geen make-up, geen haren, niks. Deze routine van vandaag is als ik me gewoon een beetje iets beter wil voelen. Als ik er gewoon iets beter uit wil zien. Als er een vriendin komt, of ik naar een vriendin ga, of gewoon mijn zus komt. Gewoon mensen die ik niet helemaal per se hoef te impressen ofzo. Maar waarbij ik er toch wel een klein beetje goed uit wil zien, dan is dit de routine die ik doe. Ik ga jullie ook echt alles laten zien, van make-up tot skincare, tot lichaamsskincare. Skincare, mijn kleding, mijn haren, echt gewoon alles wat ik doe. Als ik er gewoon eventjes heel snel iets beter uit wil zien. Deze routine is ook echt super, super snel. Vandaag ga ik er wel iets langer over doen, omdat ik moet praten en zo en alles moet uitleggen. Maar normaal gesproken doe ik dit echt letterlijk in 10 minuten of zo. Echt maximaal een kwartier. En ik denk dat de meeste van ons dit wel doen. Ik bedoel, van als er gewoon een vriendin komt, of je zus of je broer, dan denk ik dat de meeste van ons wel een klein beetje er beter uit laten zien. Ik denk niet dat iedereen gewoon uit bed rolt en zo naar beneden gaat. Dus ja, dat is wat ik jullie gewoon ga laten zien vandaag. Vind je dit nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze leuke video. Oké, ik heb nog echt helemaal niks gedaan met mijn gezicht. En met niks bedoel ik ook echt niks. Want ik ga jullie letterlijk vandaag alles laten zien wat ik doe. Dus ik heb niet eens dagcreme op. Ik heb mijn wenkbrauwen niet gedaan. Ik heb niet eens mijn lippen gescrubt. Letterlijk helemaal niks. Dus ik ga jullie echt alles laten zien. Ik ga beginnen met skincare. Met een gezichtsmasker. Vaak als ik gewoon thuis zit, doe ik een gezichtsmaskertje op. Ik hou van gezichtsmaskers. Ik heb er ook echt heel veel. Ik doe denk ik zeker wel 2 tot 3 keer in de week een gezichtsmaskertje op. Wat voor masker doe ik dan op? Dat hangt er een beetje vanaf wat voor effect ik wil. Als ik zie dat mijn huid een beetje moeilijk doet, puistjes heb en dat soort dingen, dan breng ik vaak een mat mask aan die mijn gezicht een beetje schoonmaakt. Heb ik iets van, ja, ik vind mijn huid te dof, dan breng ik een illuminating masker aan die mijn gezicht weer een glow geeft. Als ik zie dat ik hier een beetje meeeters heb, dan breng ik een pore strip aan. Als ik zie dat mijn huid droog is, dan breng ik een masker aan die hydrateert. Dus het hangt een beetje af van wat voor effect ik wil. Vandaag vind ik mijn gezicht een beetje dof. En omdat ik vandaag niet heel veel make-up op ga doen, wil ik dat mijn gezicht een beetje gaat stralen. Dus ik ga een illuminating masker opdoen. En ik ga vandaag deze van Filor gaan opdoen. Dit is de Illuminating Smoothing Radiant Mask. En deze geeft mijn gezicht een hele mooie gloed, een hele mooie glans. Ik heb sowieso best wel een doffe huid, want ik heb een droge huid. En die zijn vaak dof. Dus ja, zo'n illuminating mask is altijd goed voor mij. Dus hiermee ga ik vandaag beginnen. Ik heb hier deze super handige kwast van Boozy Shop. Dit is een gezichtsmaskerkwast. Is echt zo fijn. Zorg er wel voor dat je gezicht schoon is als je een maskertje aanbrengt. En dan ga ik hem gewoon aanbrengen over mijn hele gezicht. Zo, ik heb gewoon een heel laagje aangebracht. En dit ga ik dan even een kwartiertje laten intrekken. En dan was ik het eraf. Filorga is by the way te koop bij Easy Paris. Dit is niet de full size. Dit is een mini versie van het masker. Oké, het is nou 10:30. Dus ik kom terug om 10:45. 15 minutes later. Dan ben ik weer mijn gezicht helemaal schoon. We kunnen verder. Nou is het tijd voor de lippen. Ik heb ook altijd hele droge lippen. Dus ik ga elke dag in met een lipscrub. Ik gebruik deze Velour lipscrub van Jeffree Star. Dit was die in samenwerking met Shane Dawson. Deze heb ik gewoon omdat ik hem had gehad in een mystery box. Dus deze breng ik altijd aan om mijn lippen te scrubben. Ik pak gewoon een beetje zo uit het potje. Dan doe ik het zo in een wattenschijfje. En dan ga ik er zo overheen met mijn lippen. Ik heb gemerkt dat wanneer ik het doe met een wattenschijfje in plaats van met mijn vingers, dat het dan beter scrubt ofzo. Oké, als mijn lippen helemaal zijn gescrubt, ga ik in met een lipolietje of een lipbalmpje. Er moet in ieder geval gewoon iets op mijn lippen. En ik hou altijd van een lipolie. Hands down, de beste lipolie is echt deze van Clarins. Deze is echt geweldig. Je hebt volgens mij verschillende kleuren. Ik heb 04 Candy en I love it. Het kost wel wat, maar het is echt een super fijne lipolie. Als je iets minder wilt betalen, zijn de NYX Cosmetics lipolieën ook heel fijn. Maar ik vind deze van Clarins fijner dan die van NYX. Toevallig zijn ze ook nou uitgekomen met 4 nieuwe, of ja, niet 4.
weer nieuwe, gewoon met een nieuwe soort. En dit zijn de glitterige lipolieën. Dit zijn lipolieën met een glitter er doorheen. En ik heb 4 kleuren gehad. Die heb ik toevallig vandaag binnengekregen. Echt super mooi. Alleen deze zijn wat heftiger. Dus deze zou ik alleen maar gebruiken met echt een make-up look. En deze gebruik ik echt als ik ook gewoon geen make-up op heb. Dus deze ga ik even aanbrengen om mijn lippen te verzorgen. Deze lipolie heb ik ook altijd op in mijn video's. Ik begin altijd mijn video's zonder make-up op, maar wel al iets op mijn lippen. En wat je dus ziet is altijd deze Clarins lipolie. En af en toe die van NYX. Zo, mijn lippen voelen nou echt amazing aan. Dan ga ik nou beginnen met mijn wenkbrauwen. Ik doe nog geen dagcreme op, want dan wordt mijn huid een beetje gladjes. En dan brengt mijn wenkbrauwproduct minder goed aan. Dus ik wil altijd dat mijn huid een beetje stroef is. Dus daarom begin ik altijd eerst met mijn wenkbrauwen. Ik gebruik mijn NYX Brow Pencil. Ik heb een hele video upgeload laatst, waarin ik laat zien hoe ik mijn wenkbrauwen helemaal doe. Dus daar ga ik nu niet al te diep op in. Alleen mijn wenkbrauwen doe ik eigenlijk gewoon altijd de same. Of ik nou echt een full glam make-up look maak, of een look als vandaag. Gewoon meer everyday. Maakt niet uit. Ik doe mijn wenkbrauwen gewoon altijd op deze manier. Ik gebruik, by the way, de kleur black. Dan ga ik ze strak maken met concealer. Daarvoor gebruik ik deze make-up, Revolution Concealer. Dit is de Cream Conceal & Fix Concealer in de kleur medium beige. En dan als laatste ga ik in met deze NYX Control Freak Wenkbrauw Gel om mijn haartjes mooi op hun plek te zetten. En dan ben ik basically klaar. Wenkbrauwen maken altijd super veel verschil. Dat laat mijn gezicht echt gewoon er zoveel beter uitzien. Ondanks het feit dat ik voor de rest nog helemaal niks op mijn gezicht heb. Dan is het tijd voor dagcreme. Ik gebruik mijn Clay & Glow Moisturizer. Deze vind ik heel erg fijn. Vooral omdat hij een beetje vettig aanvoelt. Dus dat vind ik extra fijn met mijn droge huid. Oké, en dan ben ik helemaal klaar met het preppen van mijn gezicht. Dus met alle skincare. Dit is altijd hoe ik mijn video's begin. Dit heb ik dan al gedaan. En dan nou zou ik eigenlijk normaliter beginnen met mijn video. En nu is het tijd om te beginnen met de make-up. Ik breng een beetje make-up aan, maar het is echt niet veel. Het is sowieso veel minder dan hoe ik het normaal doe. Het is echt gewoon puur om mijn gezicht een beetje er iets beter uit te laten zien. Ik ga mijn gezicht eerst primen met deze by Kelsha Gold Elixir. Deze gebruik ik eigenlijk bijna altijd als ik ga voor een natural face. Omdat hij een hele mooie glow op mijn gezicht achterlaat. Dus dit is echt een fantastisch product. Ik heb ook een kortingscode voor hun website. Mocht je hem willen, dan heb je 30% eraf. Dat is heel veel. Die staat beneden in de beschrijving. Maar deze is echt zo fijn. I love it. Oké, en dan eventjes een beetje laten intrekken. Dat is echt gewoon helemaal goed is ingetrokken voordat ik inga met de rest van de make-up. Dan ga ik in met mijn Becca Zero No Pigment Foundation. Dit is een soort van een foundation zonder een pigment. Ik heb er ook een hele YouTube video over gemaakt. Ik vind hem echt niet geschikt als je je echt helemaal gaat opmaken. Maar ik vind hem dus wel fijn voor dagen als vandaag. Als ik er een beetje beter uit wil zien zonder maar helemaal op te maken. Dit is dus letterlijk gewoon een foundation zonder een pigment. Kijk, er zit helemaal geen pigment in. Maar hij maakt mijn gezicht heel mooi smooth. En een beetje mat. En dat het niet allemaal zo vettig en raar eruit ziet en zo. En dat vind ik gewoon heel erg fijn. Dus bij dit soort dagen gebruik ik altijd deze rare foundation. Vooral mensen met een vettige huid. Voor jullie is het echt extra fijn. Want hij maakt je gezicht echt mooi mat. En mooi egaal. Zo, dat is helemaal klaar. Dan ga ik in met concealer. Concealer maakt echt het meeste verschil. Ik ga gewoon vaak in met een concealer die niet al te dik is. Niet al te veel dekking. Ik vind hiervoor de Flawless by Milz concealer heel fijn. Omdat hij niet helemaal zo overdreven dikkig is en heel veel dekt. Dus ideaal voor zo'n look als vandaag. Deze heb ik in de kleur L045 volgens mij. Dus deze ga ik aanbrengen overal waar ik mijn gezicht iets lichter wil maken. Dus sowieso hier zo beneden bij mijn wallen en hier zo bij de donkere plekken. Een beetje zo hier bij mijn kin. Want hier heb ik altijd de meeste problemen. Ik zie hier ook allemaal rood en allemaal bultjes en zo. Ik zie hier een klein puistje die aan het ontstaan is. Dus ik breng het gewoon aan overal waar ik gewoon iets meer dekking wil. En niet te veel. Ik breng echt maar een klein beetje aan. Zo, en that's it. Dat kleine beetje concealer is het enige wat ik aanbreng. En het maakt echt super veel verschil. Je ziet helemaal dat het hier helemaal is verlicht. Hier is wat meer dekking. I love it. Dan ga ik in met poeder om alles te zetten. Ik gebruik deze poeder van Clarins in de kleur 00. Dit is gewoon een transparante kleur. En die ga ik dan aanbrengen overal waar ik concealer heb aangebracht. Om het te zetten, zodat het niet allemaal raar gaat creasen en zo. Als je een vettige huid hebt, dan kun je gewoon de poeder overal aanbrengen.
Oké, dan de ogen. Het enige wat ik doe met de ogen is mascara. Ik gebruik mijn Benefit Bad Gal Bang mascara. Ik ga ook wel zo meteen in met nepwimpers. Maar dat is echt een hele extra stap. Dat doe ik echt puur omdat ik gewoon totaal geen mooie echte wimpers heb. Dat ga je ook zo meteen zien. Dus alleen de mascara is helaas niet genoeg voor mij. Ik had het wel gewild, want dan had ik nou alleen maar mascara aangebracht en that's it. Maar ik heb echt geen wimpers. Kijk, dit is dus wat ik bedoel. Ik heb echt bijna geen echte wimpers. Ik breng ook niks aan op de onderste wimpers, alleen maar boven. Dus daarom ga ik altijd in met nepwimpers. Als ik geen YouTuber was geweest en ik me niet elke dag zo extreem hoefde op te maken, dan zou ik 100% wimper extensions hebben gehad. Want dat is echt de way om er gewoon altijd goed uit te zien. Ik heb ze gehad, maar het is niet fijn als je je elke dag zo extreem moet opmaken. Als dat ik moet doen, want ik kwam allemaal niet goed bij mijn ogen en het was echt een gedoe. Maar als ik dus geen make-up video's zou maken, dan had ik die echt gewoon gehad. Ik ga in met echt de meest naturel nep wimpers ever. En dat zijn de wimpers van mijn wimpercollectie. De stijl Pure Lash. Dit is ook echt een van de zeldzame momenten dat jullie mijn Pure Lash zien opdoen. Normaal ga ik altijd voor Fab Lash. Maar die is echt gewoon veel te heftig voor deze look. Dus voor deze look ga ik voor Pure Lash. De meest naturel stijl van mijn drie wimpers. Dus deze ga ik even opdoen en dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, nep wimpers zitten erop. Ze zijn zo naturel bij mij dat het gewoon is alsof het mijn echte wimpers zijn. En dat is top, want dat is de look waar ik vandaag voor ga. Oké, dat was het met mijn ogen. Echt meer doe ik niet. Mijn gezicht. Het enige wat ik nog doe op mijn gezicht is bronzer. Omdat mijn gezicht is nou door de concealer vooral veel te licht, veel te plat. Dus ik breng altijd nog een beetje bronzer aan om nog een beetje leven te creëren in mijn gezicht. Ik gebruik deze bronzer van Benecos. Want dit is een hele mooie naturel bronzer en niet too much. De bronzer kwast die ik gebruik is Bougie Shop UP02. Zo, en that's it. Meer doe ik niet. Dan ga ik even nog mijn lippen bijwerken weer met die Clarins lipolie. En dan zijn we basically klaar. Deze lipolie laat je lippen ook zo voller lijken. Is echt amazing. En dan nog als allerlaatste nog een beetje fixing spray om alles mooi te hydrateren. Een mooie glow te geven en dat mijn make-up goed blijft zitten. Ik gebruik vandaag de YouStar Skin Glow Shimmer Setting Spray. Ik moet wel zeggen, ik heb een beetje te veel bronzer aangebracht bij mijn voorhoofd. Oh my god. Maar ja, whatever. En dit is het dan. Dit is de hele make-up look. Meer doe ik niet. Ik ben ook heel erg benieuwd wat jullie doen bij zo'n soort dag. Wat gebruiken jullie? Ook gewoon alleen maar mascara en een beetje concealer of ook blush en highlighter? Let me know beneden in de reacties. Dan is het tijd voor mijn haren. Ik heb vandaag mijn haar gestyled. Als ik krullen heb, dan doe ik gewoon een knot en dan ben ik klaar. Stijlhaar is in principe het makkelijkste voor mij, want dan is het gewoon al soort van mooi. En dan hoef ik niet heel veel meer te doen. Wat ik dan gewoon een beetje doe is dat ik het sowieso eventjes borstel helemaal. En dan ga ik het gewoon een beetje bijstylen dat alles gewoon goed stijl is. En niet allemaal van die rare krullen erin zitten. En van die rare soort van deukjes en zo, als je snapt wat ik bedoel. Dus ik stijl het gewoon zo een beetje bij. Ik zie wel dat mijn haar een beetje vettig is. Ik moet het echt weer eventjes wassen eigenlijk, maar oké. Oké, en dan wat ik ook nog altijd doe is dat ik wat krulletjes maak hier beneden. Want hier beneden is het altijd een beetje dood en dat wil ik dan een beetje verbergen. Normaal als ik mijn haar zo ga krullen, dan pak ik echt gewoon stukken haar en dan krul ik het helemaal omhoog en al die shit. Maar dat ga ik nu niet doen. Ik wil echt alleen maar een beetje krullen zo hier beneden. Dus ik pak best wel gewoon grote stukken en dan ga ik het gewoon hier beneden een klein beetje krullen en that's it. Zo, kijk, nou heb ik gewoon een beetje zo van die krullen gemaakt hier beneden. En dan ga ik er gewoon zo met mijn handen een beetje doorheen. En that's it. Dan ben ik basically gewoon klaar. Een beetje zo volume creëren. Zo, en dan is het basically gewoon mijn haar helemaal klaar. Niks bijzonders, gewoon dat het er gewoon een beetje goed uitziet en that's it eigenlijk. Zo, en dat is dan basically wat ik doe met mijn gezicht en mijn haar. Zo zie ik er gewoon een stuk beter uit zonder dat ik echt heel veel heb gedaan. Dit heb ik echt gedaan binnen een kwartier, jongens. Dit gaat echt super snel. Ik wil heel even nog iets doen. Ik ben een beetje benieuwd naar deze nieuwe shimmer lipolie van Clarins. Dit is de kleur 01 Sequin Flares. Ik wil hem eventjes gaan aanbrengen om te zien hoe het eruit ziet. Oeh, ze voelen wel echt heel anders aan dan deze andere. Deze is echt heel dikkig en deze is meer dunnig.
Oeh, I like it. Het is helemaal niet too much of zo. Deze ga ik vandaag ophouden. Ja, heel fijn. Het is alleen wel echt een andere formule dan deze. Dat had ik niet echt verwacht. Het is echt veel dunner en wateriger, zeg maar. En deze andere is echt heel dikkig. Dus ja, dat is het verschil. Maar ik vind ze in principe allebei fijn. Ik ga deze gewoon oplaten. I like it. Oké, nou jongens, that's it. Nou gaan we naar beneden. En dan laat ik jullie zien wat ik doe qua lichaamsverzorging en qua kleding. Als ik gewoon zo een dagje in huis blijf. Oké, jongens, ik sta nou in mijn slaapkamer. Ik ga jullie eventjes laten zien wat ik altijd doe qua lichaamsverzorging. Ik begin altijd eerst met deo. Ik gebruik deze Odorex Extra Dry Spray. En die breng ik gewoon zo aan onder mijn oksels. En dat is dan een soort van mijn deo. Ik heb ook gewoon een normale. Die gebruik ik ook af en toe. Maar ik gebruik deze sowieso altijd. Want deze is gewoon super super fijn als je geen stink oksels wilt. Dan ga ik mijn hele lichaam insmeren met body lotion. Vooral voor mij is dat heel belangrijk. Omdat ik een droge huid heb. En omdat ik altijd zelf bruin met bruiningsmoes. En bruiningsmoes vervaagt als je lichaam niet gehydrateerd is. Dus als het helemaal zo droog wordt. Dus ik moet echt letterlijk elke dag mijn lichaam helemaal insmeren met body lotion. En ik gebruik deze van Body Sense. Body Sense is ook het merk die ik altijd gebruik als zelfbruiner. Deze had ik gehad van hun in PR. En dit product is ook extra fijn omdat hij er ook echt op is gericht. Om ervoor te zorgen dat je bruining langer blijft zitten. Dus dat vind ik altijd heel fijn. En dit smeer ik dan gewoon zo helemaal in. Over mijn hele armen vooral. En over mijn hele benen en gewoon overal waar ik het wil. Alleen vooral hier is het altijd heel belangrijk. Want hier vervaagt altijd mijn tan heel snel. Dus dan smeer ik het gewoon helemaal zo in. Het ruikt echt naar kokosnoten. Dus als je niet van die geur houdt, is dit echt niks voor jou. Want het heeft echt een hele, hele sterke geur. Dan heb ik ook nog deze lichaamsolie van Revox. Dit is de Skin Therapy Oil. En kennelijk kan die jou helpen met striemen op je lichaam, littekens en dat soort dingen. Ik heb hem pas net, dus ik weet nog niet of hij echt werkt. Maar ik gebruik hem vol bij mijn benen, bij mijn heupen. Daar heb ik striemen. Dus daar breng ik dan dit aan elke dag. En dan ja, hoop ik gewoon dat ze wat minder worden of zo. I don't know. Dus dit breng ik dan ook nog zo aan, zo hier op mijn heupen. Dat kan ik niet laten zien op beeld, want ik heb geen broek aan. En dan als allerlaatste breng ik ook altijd nog een beetje parfum aan. Ik gebruik vandaag van Ariana Grande. Ik weet even niet meer hoe deze parfum heet. Maar ik zet sowieso alles in de beschrijving. Dus dan breng ik ook gewoon altijd een beetje parfum aan. Ook al ga ik niks doen. Het is gewoon puur om gewoon een beetje lekker te ruiken. Ook gewoon voor mezelf. En that's it. Dan kleding. Qua kleding hou ik het altijd super super comfy. Ik wil niet eens een BH aan. Ik heb nou ook geen BH aan. Als ik de mogelijkheid heb om geen BH aan te doen, doe ik geen BH aan. Dus meestal wat ik draag is een legging met een grote hoodie. Dat is basically waar ik gewoon bijna altijd over ga. En ik heb hier liggen een hele grote hoodie van H&M. Deze heb ik in maat L, want dan valt hij lekker groot. Deze is gewoon te koop bij H&M. Is niet eens heel erg duur. Gewoon een super grote zwarte hoodie met een zwarte legging. Deze legging is van de Zara. Deze heb ik ook in maat L. Ja, maat L, want van broeken heb ik gewoon maat L. Dus dat is gewoon mijn echte maat. Deze legging is heel fijn, want het is zo van dat badpakachtig materiaal en zo stretchy. Dus dat vind ik heel fijn. En in huis draag ik ook altijd deze handige slippers, sloffen of hoe je ze ook het noemen. Deze heb ik besteld bij Public Desire. Is een Engelse website, maar volgens mij heb je ook gewoon genoeg Hollandse websites die dit soort slippers verkopen. Vind ik echt altijd echt super fijn. En dit is dan basically gewoon mijn outfit. Gewoon een hele grote hoodie, ook fijn, want dan hoef ik lekker geen BH aan. En het valt helemaal niet op dat ik geen BH aan heb. Legging, deze slippers en that's it. Hij valt ook over de kont. Dat vind ik ook altijd heel belangrijk. Want anders moet ik een echte broek aan en dat wil ik niet. Dus ja, basically is dan gewoon dit wat ik draag in huis. Whatever, nothing special. Gewoon lekker comfy. Ik ga me echt niet helemaal mooi aankleden om in huis te chillen. Dat ga ik gewoon niet doen. Dus dit is eigenlijk gewoon basically hoe ik eruit zie als ik gewoon thuis zit. En er gewoon mijn zus komt, een vriendin komt. Of ik naar mijn zus of naar een vriendin ga of zo. Dan draag ik dit ook gewoon lekker makkelijk. Maar dan wel met normale schoenen, obvious. Laat me ook eventjes weten wat jullie dragen in huis. Ik ben heel benieuwd. Maar ik ga in ieder geval altijd lekker voor comfy. Ik heb ook geen man of zo. Dus er is niemand waarvoor ik mij mooi moet maken. Dus this is it. Nou, dit was dan het einde van de video. Vond je het leuk? Vergeet dan niet te liken en te abonneren. Plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!